Hoe voorkom je vendor lock-in? Hoe kom je van Magento 1 af? En hoe krijg je je bedrijf eindelijk in de innovatieversnelling? Het zijn drie belangrijke vragen voor jou als e-commerce manager. En we hebben het erover, want dit is Enrise Business Talks, waar we het hebben over jouw online business. Een e-commerce platform kiezen, het is een enorme uitdaging. Maar om het makkelijker te maken, hebben we hier bij Enrise de e-commerce keuzegids gemaakt. Helemaal geüpdate nu ook weer, helemaal klaar voor 2023. Je kunt hem daar, ligt eraan waar je kijkt, downloaden. En dan helpen we je door het proces heen. Maar om een paar belangrijke vragen vast te beantwoorden, zit ik hier met Sharif Edini. Welkom, nieuw gezicht bij Enrise. Dankjewel. Tof om je erbij te hebben. Steven de Vries. Goedemorgen. Tof dat je er bent. Leuk. Hey Sharif, ik zeg, we hebben de gids helemaal geüpdate voor 2023. Maar kun je ons vertellen wat de belangrijkste updates zijn, wat de belangrijkste veranderingen zijn in e-commerce technologie dit jaar? Wat je vaak tegenwoordig veel voorbij ziet komen is dat iedereen het heeft over composable commerce. Maar ik zou ook zeggen alles wat jouw organisatie laat schalen. Dus composable commerce is waarbij je ervoor kiest om niet één groot systeem te bouwen, maar je systeem eigenlijk met een soort van tussenlaag samen te stellen uit verschillende ingekochte of gebouwde functionaliteitjes. Ja. En met schalen bedoel je vooral dat je... Ja, dat je alle systemen die je nodig hebt kan plakken, kan weghalen in een tussenlaag. Headless systemen. Een backend die bijvoorbeeld niet aan alle verwachtingen voldoet. Zo kun je eigenlijk binnen het composable commerce systeem alles toevoegen en verwijderen die je nodig hebt. Daar wil je dan vanaf, van die backend die je niet aan je verwachtingen voldoet? Soms is van een backend afkomen heel aantrekkelijk, ja. Ja. Is dat ook wat jij ziet, Steven? Ja, je ziet ook dat sommige partijen al zeggen van nou, we zijn eigenlijk al composable. Op min of meerdere maten. Ze geven nu ook aan van nou, dit is composable, hier zijn we nog mee bezig. Ze zijn er niet allemaal er klaar voor, maar in de update doen we al een beetje een voorschot op hoe composable is een pakket nou werkelijk. Dus je kiest nu, als je nu een pakket kiest, dan kies je ervoor om iets te kopen, aan te schaffen, te implementeren waar je straks composable mee kan worden. Je kan nu al een beetje een doorschijn krijgen van nou, hoe composable is een bepaald pakket. Is hij puur headless of gaat hij nog een stap verder? Dat soort zaken komen nu naar voren. Wordt druk ontwikkeld, dus het kan zijn dat de komende jaren nog veel meer gaat veranderen. Nou, je bent van ons gewend dat we hier zitten met klanten of met partners. Vandaag doen we het net even anders. Vandaag hebben we voor je drie denkbeeldige e-commerce bedrijven. Die erg lijken op echte e-commerce bedrijven die we zien in de Nederlandse markt. En die drie denkbeeldige bedrijven hebben drie veel minder denkbeeldige uitdagingen. En we gaan er vandaag één voor één doorheen lopen. Onze eerste klant voor vandaag is Sport 9000. Sport 9000 heeft een jaar of vijf geleden een heel mooi e-commerce platform gekocht. Tenminste, dat was toen heel mooi. Nu groeien ze uit hun jasje en ze klagen. Hun data zit gevangen in het systeem. Ze kunnen het systeem niet meer uitbreiden. En eigenlijk hun enige manier om nog te groeien en te innoveren is dure consultancyuren afnemen bij de vendor van dit platform en dure licenties bijkopen en het platform dus eigenlijk nog meer macht geven. Ze zitten kortom gevangen in hun vendor lock-in. Steven, als ik nou eens met jou begin. Vendor lock-in, we horen het veel. Het is een probleem waar veel e-commerce bedrijven mee zitten. Maar hoe ontstaat dat nou? Hoe belandt een bedrijf als Sport 9000 in zo'n situatie? Nou, wat ze doen is, je ziet vaak een pakket wordt gekozen van functionaliteit die ze op dat moment echt nodig hebben. Dat is op dat moment ook gewoon de beste keuze voor hen geweest. Alleen vervolgens heb je dan soms last van tunnelvisie van we doen een keuze, we blijven erbij, we blijven doorontwikkelen zonder dat we kijken naar andere innovaties in de markt. En vaak na een periode van een jaar of drie of vijf komen we erachter van hé, er gebeurt zoveel in de markt, waarom hebben wij dit niet of hebben we die functionaliteit niet? En als we het hierin willen gaan bouwen is het vaak een stuk duurder dan vooraf verwacht. En dan, ja, dan je gaat maar verder op die route en je bouwt ook meer maatwerk dan, denk ik, in je bestaande systeem. Dan wordt het ook steeds moeilijker om eraf te komen. Dus wat zou voor jou dan de eerste stap zijn voor zo'n webwinkel als dit om
toch weer wat vrijer en innovatiever te worden? Ik zou gaan inventariseren. En ik zou kijken van waar sta ik nu en waar wil ik naartoe. En op basis daarvan zou ik een juiste partij uitkiezen die mij gaat begeleiden in die keuze. En als je dan vraagt waar sta ik nu, is dat dan, kijk je dan naar functionaliteit of wat je voor plannen hebt, wat je marketingplannen zijn? Nou, wat ik eigenlijk bedoel met waar sta ik nu? Ik zou dan een inventarisatie maken van eigenlijk de hele stack die ik heb. Kijk naar de systemen, naar de oplossingen die ik gebruik. WMS-systemen bijvoorbeeld, PIM-systemen die eraan gekoppeld zijn. En natuurlijk ook een stukje vijfjarenplan erbij pakken. Van waar wil ik naartoe? Internationalisatie, cross-border e-commerce. In welke landen ga ik over 5 jaar verkopen? Ja, dat zijn allemaal vragen die erg belangrijk zijn bij zo'n inventarisatie. En die zorgen er toch wel voor dat je duidelijk hebt voor jezelf van waar sta ik nu en waar wil ik naartoe. Als je dan naar de technische kant kijkt, Steven? Nou, wat ik wel wil zeggen van vendor lock-in hoeft niet per se slecht te zijn. Oh, oké. Zolang er maar een bewuste keuze is. Het pakket is natuurlijk gekozen op een of andere reden. Het bood functionaliteit die je op dat moment nodig had. Misschien is dat nog steeds zo. Alleen de zaken eromheen werken misschien niet zo goed samen met je business. Dus dan gaan we kijken, kunnen we dat misschien uit elkaar gaan halen? En dan gaan we richting composable, headless oplossingen. Hoe kunnen we zorgen dat de beste tool voor de juiste onderdelen worden gekozen? Dus zorg ervoor dat je stappen kan zetten om flexibeler te worden. Ik denk dat daar vooral de winst ligt. Stel je wil internationaal gaan. Je hebt het altijd gewoon goed gedaan als Sport 9000. Nou word je sport9000.com. Dus je krijgt meerdere frontends, je krijgt meerdere talen, je krijgt meerdere belastingregimes, dat soort dingen. Ik zie jou knikken. Wat ga je dan doen als je dat voor elkaar wil krijgen? Waar ik vooral naar zou kijken is welk systeem, welke SaaS-oplossing, welke back-end en welke systemen die ik daaraan kan toevoegen in het Composable Commerce verhaal passen bij dat stukje internationalisering. Ja, er komen zoveel dingen bij kijken. Denk aan bijvoorbeeld multicurrency, .nl, .be, .com, .uk. Ja, dat zijn allerlei verschillende frontends. Wat je wel eens ziet is dat sommige partijen bijvoorbeeld ervoor kiezen om één frontend te doen met een vertaler erop. Maar dan gaat je SEO naar de maan, letterlijk. Want die vertaler doet niks anders dan alleen de tekst vertalen. Dus daarom inderdaad ook weer het stukje storefronts toevoegen. Maar als ik zou gaan internationaliseren, zou ik inderdaad er wel voor zorgen dat ik inderdaad die storefronts, dus het stukje headless, inderdaad ook op orde zou krijgen. En dat kun je dus doen door stapje voor stapje eigenlijk je landschap te veranderen. Je hoeft niet meteen die hele vendor van je overboord te gooien. Nee, ik zeg altijd stap voor stap. Ook wanneer de internationale markt op wil, kan je natuurlijk ook gewoon goedkoop beginnen met een losse webshop. Alleen je gaat ze volgens verbinden, headless, met je back-office. Dat je wel dezelfde support kan bieden, dezelfde klantreis kan bieden, maar toch een goedkope manier de buitenlandse markt op kan. Nou ja, een replatforming, dus een nieuw platform, is niet per se de oplossing. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Maar er zijn, welke aanpak je ook kiest, er zijn altijd risico's. Er zijn altijd dingen die mis kunnen gaan. Wat zijn de dingen waar je op moet letten als je aan zo'n single vendor landschap eigenlijk begint te knutselen en te prutsen en daar dingen uit gaat halen? Kijk, waar liggen nou de grootste knelpunten of waar liggen de grootste ambities qua groei of wat dan ook? En kijk vervolgens waar kunnen we de meeste winst uit gaan halen. Moeten we iets los gaan trekken? Moet er een tussenlaag tussen komen? Moeten we headless opzet gaan kiezen eerst? Of moeten we eerst toch met die back-office aan de slag? Ja. Maak een plan en ga dan van start. Hey, je bent bij Enrise Business Talks en ik heb het met Sherif Dini en Steven de Vries over de 3 belangrijkste vragen wat betreft e-commerce platformen. En we behandelen die aan de hand van 3 fictieve bedrijven. En dit is bedrijf nummer 2, Camera Globe. En die hebben een probleem wat iedereen herkent, Magento 1. Magento 1 wordt eigenlijk al 3 jaar niet meer ondersteund. En dat geeft problemen. Sherif, kun je ons meenemen in welke problemen je daarmee hebt? Wat je heel veel ziet is dat veel partijen net voordat Magento 1 end of life, die aankondiging ervan, net over waren op Magento 1. Dat zijn forse investeringen geweest. Dat kan zomaar een paar ton tot zelfs een miljoen zijn geweest. En wat je eigenlijk ziet is dat die partijen op dit moment nog steeds draaien op Magento 1.
En de reden daarvan is kosten, het draait, bang voor replatforming, bang voor verandering. En vooral bang om hun omzet uit handen te geven. Ja, want Magento zit dan weer gekoppeld aan andere oude systemen, nog oudere systemen, maatwerksystemen. Hoe je het eigenlijk moet zien is, het is een monolithe omgeving natuurlijk. Er zitten plugins in, er zitten zelfgebouwde plugins in. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een WMS-systeem die zelf ooit is gebouwd op .NET. Legacy-systeem dus in dit geval. Waar ze eigenlijk niet vanaf durven te stappen omdat alles erin zit. Dat zorgt er wel oprecht voor dat ze denken van nee, het draait zoals het draait en het werkt. Ja, want Camera Globe is inderdaad, daar zit een angst in die organisatie. We durven eigenlijk die overstap niet te wagen. Maar zijn dat de dingen waar die angst vandaan komt? Dus de angst ook om je omzet gewoon kwijt te raken? Of... Nou ja, wat je doet als je dus een partij vraagt om een replatforming voor jou te realiseren, is dan geef je eigenlijk jouw bedrijf, dus de webshop, uit handen en je vraagt of zij dat voor jou willen replatformen. Dat is eng. Want bij zo'n replatforming kan van alles misgaan. Je kan je positie op Google kwijtraken. Bij de livegang kan er van alles misgaan. En dat zijn toch angsten die bij zo'n partij heersen. Is dat terecht, die angst? Even gewoon puur vanuit jouw architectenrol en jouw adviseursrol. Is die angst terecht dat mensen er niet aan beginnen? Mensen zijn soms bang om dezelfde fout nog een keer te maken. Dan kiezen ze een ander platform en dan krijgen we straks weer hetzelfde feest. Over een jaar of twee of drie. En dan zitten we weer met hogere kosten, nieuwe investeringen, weer een nieuw pakket, weer een replatforming. Dat willen ze eigenlijk niet. En daar komt die angst ook vaak vandaan. Hoge kosten zonder dat ze gelijk die waarde terug gaan zien. Ik help ze erbij. Ik ga kijken, hoe kunnen we toch tot een plan komen dat je flexibel kan gaan groeien. Je end-of-life pakketten kan afschalen of helemaal vervangen het liefst. Dus ik zou zeggen, maak een plan. Blijf erbij en hou alsjeblieft geen tunnelvisie erbij, maar blijf kijken altijd van, zijn er nieuwe dingen in de markt? Zijn er andere ambities? Want een business verandert en e-commerce landschap ook. En dan zie je soms ook een soort van automatisme waarbij je zegt van, we zitten op Magento 1, dus dan gaan we over naar Magento 2. Is dat een gevaar? Want jij noemt dat tunnelvisie. Is dat een gevaar van, we pakken gewoon de volgende versie en... Je ziet inderdaad wel van, we kennen Magento, we kennen dat goed, we weten hoe het functioneel werkt. Magento 2 werkt ongeveer hetzelfde, dus het zal wel beter zijn dan Magento 1. Dus dat lijkt ons wel gelijk de beste keuze. Dan zeg ik, doe een stap terug. Kijk naar je business, kijk naar je ambities. Wat maakt jouw business nou zo bijzonder in de markt? Kijk dan welk pakket erbij past. En misschien is het een verscheidenheid aan pakketten. Misschien is het niet één pakket, maar zijn het er meerdere. Als ik Camera Globe was en ik hoorde dit verhaal van jullie, denk ik van, wacht even, ho. Dan moet ik weer helemaal bij nul beginnen. Want ik heb nu een platform wat het min of meer doet. Natuurlijk geeft het problemen, het wordt niet meer ondersteund, we kunnen het niet meer uitbreiden. Maar het werkt wel. En dan komen jullie binnen en dan moet ik een nieuw plan maken en een nieuw platform en een composable worden. Snap je dat ik als e-commerce ondernemer misschien ook een beetje bang word voor jullie verhaal? Op het moment dat je niet durft te veranderen, dan moet je bij jezelf nagaan waarom durf ik niet te veranderen. Wat is eigenlijk die angst die daarachter zit? En die slechte ervaringen die ik heb meegemaakt, hoe zijn die ontstaan en hoe kunnen die getackled worden? En ik denk dat dat eigenlijk een kwestie is van met elkaar in gesprek gaan en vooral openstaan voor verandering. Een vraag aan jou, als iemand zegt, we hebben Magento 1, maar het werkt toch? Wat is jouw antwoord daar dan op? 9 van de 10 keer komen we tegen, het werkt eigenlijk enigszins, maar het doet niet precies wat we zouden willen. Dus ze worden geblokkeerd qua ambities of wat dan ook. En we zeggen vaak, ga niet een applicatie 1-op-1 vervangen met iets anders. Met een big bang, met alle risico's van dien. Maar probeer de huidige applicatie eigenlijk in stukken te hakken. Vertical slicing wordt soms ook genoemd. Dat je andere systemen in kan zetten. En dan langzaam maar zeker iets uit gaat faseren in plaats van in één keer alles. Dit is NOS Business Talks. We hebben het over 3 fictieve e-commerce bedrijven met 3 niet zo fictieve uitdagingen. En wat dat betekent voor de keuze van een nieuw e-commerce platform. We gaan door met nummer 3. Smartphonekabels.nl. Wie kent ze niet? Wie heeft er nooit iets besteld? En die zitten met een probleem wat wij ook erg goed herkennen. Namelijk een IT-afdeling die alle innovatie tegenhoudt. Even disclaimer, we zitten hier niet om IT'ers af te zeiken. We houden van IT'ers, we zijn zelf IT'ers. Maar IT-afdelingen hebben het gewoon belachelijk druk.
Klopt toch, Steven? Zeker hebben we die druk. We merken vaak bij klanten dat die IT-afdeling vooral druk is met onderhoud, support leveren, nog een klein beetje doorontwikkeling, hebben een backlog van minimaal een jaar lang. Ze hebben hun handen vol aan het huidige platform. Een backlog van een jaar, Sherif. In een snelle business als e-commerce klinkt dat als niet houdbaar. Nou ja, ik kom ze tegen met een backlog van minimaal 2-3 jaar. En op het moment dat zij zoiets hebben van joh, we willen iets op de roadmap zetten, dan is er gewoon geen ruimte voor innovatie. IT-afdelingen die doen back-end, die doen front-end, die doen onderhoud, die doen innovatie. Die moeten bij marketing aan tafel zitten, die moeten met leveranciers praten. De vraag is eigenlijk, redden ze dat een beetje? En wat we vaak zien is dat ze inderdaad gewoon vastzitten in hun huidige aanpak. We hebben een heel landschap draaien, moet draaiende gehouden worden. Marketing wil van alles, ja, dat eindigt onderaan de bult ergens. Nou, dat pakken we dan wel een keer weer op. Maar ze moeten vooral kijken, hoe kunnen we nou de aanpak aanpassen? Dat we inderdaad die ambities kunnen aanpakken. Nee, maar serieus, je zegt marketing wil iets en dat landt dan onderaan de backlog. Maar e-commerce is toch een wereld waar je zou zeggen, marketing moet leidend zijn. De groeistrategie moet leidend zijn en IT moet daar in mee. Dus IT zit blijkbaar met een landschap waarmee ze niet kunnen doen wat ze bedrijfskundig gezien, zeg maar, qua groeiambities zouden moeten doen. Nou, je ziet ook dat heel veel tijd wegloopt in onderhoud. Wat we eerder al noemden, plugins, onderhoud, updates. Ze hebben gewoon een zaak draaiende te houden. En hebben gewoon niet de headspace om na te denken over hoe kunnen we nou echt stappen zetten naar de toekomst toe. Headspace, dit vind ik een hele mooie. En hoe gaan we nou meer headspace maken voor de IT'ers? Want wat ik zeg, we zitten hier niet om ze af te zeiken. Ze hebben gewoon ontzettend veel werk. Hoe gaan we zorgen dat ze minder onderhoud hebben? En dat ze meer innovatie kunnen doen en meer met marketing kunnen samenwerken? Ik zeg altijd, zorg ervoor dat je landschap flexibeler gaat worden. Dat je nou de kansen en mogelijkheden kan benutten van pakketten in de markt. Zodat je zelf minder hoeft te bouwen en ook minder hoeft te onderhouden. En als jij zegt pakketten in de markt, dan bedoel je gewoon aanschaffen. Modules aanschaffen, SaaS aanschaffen. Zeker. BIM-systemen, CMS-systemen, WMS-systemen, wat dan ook. Probeer niet alles zelf te bouwen, maar bouw vooral zelf wat nodig is. En organisatorisch, Sherif, want dat is zeg maar de technische kant. Hè? Je maakt je landschap flexibeler, je wisselt modules met dingen die je gewoon koopt. Maar organisatorisch moeten er ook dingen anders. Nou ja, zoals Steven al zegt, je hoeft het wiel niet 2 keer uit te vinden. En organisatorisch zou ik zeggen, op het moment dat je een gigantische backlog hebt, kijk dan met de partijen waar je mee samenwerkt of je bepaald werk kan uitbesteden aan elkaar. En prioritiseer. Maar gaat het dan vooral om technologie binnenhalen en handjes, zeg maar? Of missen organisaties ook kennis? Je ziet ook dat het een stuk kennis is, ook op technisch vlak. Er moet een keuze gemaakt worden. Gaan we pakketten kiezen? Gaan we zelf iets bouwen? Juist die afweging wil je gaan maken. In onze keuzegids heb je een overzicht van alle pakketten en wat ze kunnen bieden. Pak die er vooral bij. Ga vooral kijken wat past bij jouw business. Dus je gaat bij je platformkeuze ga je kijken ook naar naar flexibiliteit en innovatiekracht. Zou dat voor jou een van de belangrijkste dingen zijn bij een platformkeuze? Zeker. Ik zeg altijd, maak je landschap flexibel. Dan maak je namelijk opties voor nu, maar ook voor in de toekomst. Oké, dit was Enterprise Business Talks. Sherif, Steven, super bedankt dat jullie er waren. En als jij nou het gevoel hebt dat je ook aan een nieuwe platform toe bent, dat je tegen deze uitdagingen aanloopt, maar je weet niet helemaal waar je moet beginnen, dan kun je dus op enterprise.com de helemaal voor 2023 geüpdate e-commerce keuzegids downloaden. Dit was Enterprise Business Talks en ik zie je bij de volgende.